Afgelopen woensdag was het weer zover. Het jaarlijkse bezoek aan de kinderafdeling van ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem. Weet je, mijn vraag is gewoon hoe lang ze al bij getest zijn en of ze zo zichzelf kunnen vertellen. En dan laten we ze allemaal even wat vertellen. En dan laten we die bal rondgaan. Wie van jullie durft dan wel zo'n bal naar zo'n speler te gooien? Als zo'n speler daar een vraag afhaalt en dat hij dan gaat vertellen, antwoord gaat geven op die vraag? Ja, vorig jaar heb ik het voor het eerst gedaan en nu de tweede keer. En ik ben heel dankbaar dat ik dit mag doen. En dat de kinderen blij mag maken om hier te komen. Hartelijk welkom allemaal, mannen van Vitesse, bij ons in de spelkamer. Ik geef even de microfoon door, zodat we even iets meer van jullie weten. Arnold Kruiswijk, ik ben centrale verdediger bij Vitesse. Nu voor het tweede jaar en ik ben 31 jaar. Hoe vind je dat de spelers er vandaag hier zijn? Heel leuk. Ja, want je ziet het niet elke dag als je iemand ziet. Zomaar een Vitesse-speler rondlopen. Nou, ik ben Mohamed Osma. Ik kom uit de jeugdopleiding van Vitesse. Ik speel nu 9 seizoenen bij Vitesse en dit is mijn eerste jaar in het eerste. En ik ben een middenvelder. Ik kan ook rechtsback spelen. Ook rechtsbuiten spelen, centraal spelen. Maar ik ben een middenvelder. Dat is mooi te horen, Bob. Dan hebben we jou overal neer kunnen zetten. Dus ik kan ook nog de Rijnknecht zijn. Dat is allemaal hartstikke mooi. Na een korte introductie mochten er vragen worden gesteld. Wat vind je het leukste om tijdens de training te doen? Wat doe je het meest te doen? Shouting. Shouting als de player. Wat vond je ervan dat je op de bank hebt gegeven? Now we understand straks. Pijnlijke wat. Dat komt omdat wij heel veel goede verdedigers hebben. En dan moet je als trainer een keus maken. De ene keer is dat de ene verdediging en de andere keer is dat de andere. Dus heel veel concurrentie, we zijn alleen maar helemaal blij. En welke muziek luister je? Last I listened to Coldplay music, so I like more Radiohead and Coldplay. Ja, wat leuke vraag. Even een bal schieten en ik was de beste natuurlijk. Hey, En met de kinderen een beetje spelen, bal wegtrappen en ballon kapot trappen, dat is wel leuk natuurlijk voor hem. I have movie, the moves. I have movie of him. Je hebt een movie van hem? Ja, hij is doing sure now. Je moet wel kijken, schat. Ja, je hoort het in de muziek. When you give a little bit to the kids, you feel also better for yourself. So maybe it's a little bit selfish even. And it's nice to have fun with them and to make them laugh a little bit. Succes! Op het einde konden er natuurlijk handtekeningen worden verzameld en kreeg ieder kind een goodiebag. Met daarin allemaal leuke dingen. Volgens mij een beker, deze. En, een shirt? Ja, een shirt en nog van deze rollen, maar ik weet niet wat erin zit. Ik denk een hele grote poster, denk ik, van het team. Dus flink verwend. Ja. Ja. En nu nog even de kamers op. Ik ben al een kamer langs geweest bij een 16-jarig meisje. Die heeft een nierbuikontsteking en is wat minder. En die straalt dan wel meteen. Dat is wel echt leuk om te zien en daar ben ik heel dankbaar voor.